Van harte welkom bij een nieuwe aflevering in onze zomerserie op de livestream van Christen voor Israël. En het thema van deze serie is een zomer vol. En vandaag is het subthema een zomer vol muziek. En wie kan ik dan beter aan tafel hebben dan onze dirigent van het Holland Koor, Jan Quintus Zwart. Beter. Ja, ja. Jan Quintus, ja. Van harte welkom. Dankjewel. Ik moet zeggen, je ziet er super chic uit, ja, voor zo'n zomerse avond. Ja, ben je altijd zo in pak of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik sta ook bekend als de dirigent met alle kleurige stropdassen. Ja. En ja, daar voel ik me prettig in eigenlijk. Ja. Dus, en jij ziet er ook prachtig uit. Ja, ja, niet zo chic als jij, ja, dat dan weer wel. Maar goed, ja, het verschil moet er wezen. Mooi genoeg. Natuurlijk. Mooi genoeg. Hey, Jan Quintus, dat is best een bijzondere naam. Ja. Hè? Mag ik jou ook Jan noemen? Nee, waarom niet? Nou ja, er zijn heel veel mensen die Jan heten. Ja. En er zijn maar weinig mensen die Quintus heten. Ja. Ja, vroeger op school waren het al heel veel Jannen en één Quintus. Dus dat is zo. En mijn vader zei altijd Jan Quintus. Het is natuurlijk gewoon heel plat Jan de Vijfde. Ja. De vijfde ben je Jan, ook de vijfde Jan, zeg maar? Na mijn beroemde grootvader Jan Zwart, de beroemde componist-organist. En mijn vader was de jongste zoon uit een gezin van 13 kinderen. Dus daarvoor zitten allemaal Jan van Jan en Jan van Dirk en Jan van Jaap. En toen was ik Jan Quintus, de vijfde. Ik ben altijd heel blij dat ik niet de zesde Jan was. Toen was Jan Sextus geweest. Dus ja, dat was natuurlijk een te plagerig geweest op school. Dus Jan de vijfde. Quintus mag je zeggen, JQ mag je zeggen, of Quint. Quint ook zelfs. Je mag Quint is een mooie muzikale term, hè? Ja, daarom komt het ook vijfde. Ja. Het komt ook uit de muziekfamilie. Ja, ja, muziekfamilie inderdaad. Absoluut. Want vertel eens een beetje, jouw opa was... Mijn grootvader was eind 1877, 1937, heel beroemd, jong overleden, maar speelde wekelijks anderhalf uur live op de NCV Radio. Mm-hmm. Dus Jan Zwart en Johannes de Heer waren twee bekende NCV-namen. Ja. Mijn vader is later organist geworden in Kampen, de Bovenkerk. Is daar ruim 40 jaar organist geweest. Ja. Was ook koordirigent. Ja, en ik ben natuurlijk erfelijk belast, om zo te zeggen. In die zin heb je nooit getwijfeld dat je in de muziek wilde gaan? Ik heb natuurlijk heel lang over mijn middelbare school gedaan. Ik was 21 toen ik van de HAVO kwam. Okay. Ik heb alle klassen dus lekker dubbel gedaan. De mooiste tijd van je leven is die middelbare schooltijd, dus dat moet je ervan genieten. Toen wilde ik naar het conservatorium. Maar ik kon ook een baan krijgen in de techniek, de opnametechniek. Ja. En dat vond ik eigenlijk veel interessanter, wel met muziek, maar toch ook weer op een andere manier, die combinatie van dingen. Daar ben ik dus ingegaan, dus zo ben ik in de audio-video business gekomen, als geluidsregisseur, als producer, daar ben ik ook nog steeds. Ja. En later ben ik eigenlijk, dat lijkt dan toeval, later concludeer ik zelf leiding in je leven, als koordirigent werkzaam geworden. Ja. Ik heb wel een opleiding orkestdirectie gedaan. Ja, want we hebben een beetje zitten zoeken in het archief en toen kwamen we een video tegen. Volgens mij is het een video van 25 jaar geleden, een documentaire die over jou is gemaakt. En we gaan even een stukje kijken. Oh, wat spannend. Oh ja, die. Ja, zeker. Ik schenk je ondertussen lekker een flesje wijn in. Lekker. Was getekend. Ja. Ja. De latere directeur van de EO en Henk Hagort heeft dit gemaakt. Die liep toen stage bij de EO. Daar ben ik het orgel aan het stemmen. Ja. En dat is wel een heel mooi beeld nog. Dan zie je me straks ook met mijn vader nog achter de klavieren. Wat we net gezien hebben is het stemmen van een tongwerk. Dat doe je heel regelmatig, want bij elke temperatuurswisseling ontstemmen die tongwerken. Je ziet hier van die ijzeren dingetjes zitten. Als ik die dus sla met een ijzer tegenaan, dan kan ik ze dus op stemming brengen. Ja, dat doe ik al jaren in dat orgel bezig zijn. En dat is van vader op zoon gegaan. Mijn grootvader was organist. Mijn vader is organist van dit orgel. En ja, hier ben je dan opgegroeid. En je gaat registreren. En je gaat de tongwerken stemmen. Je gaat mee naar concerten. En je begeleidt dat wat. Opnames worden er gemaakt. Je kijkt eens in zo'n opnamewagen. En dat vind je ook wel leuk, die techniek. Dus ik ben in de techniek eigenlijk verzeild geraakt. Ik ben zelf geen orgelspeler, maar tegenwoordig geluidsproducent van cd's. Geen platen meer, maar cd's. En ik dirigeer koren. En het heeft toch allemaal, is het hier begonnen met het orgel. En als je nou hier even begint, dan registreer ik het wel even op. Dan begin je op drie. Ja, op drie. Ja. Doe maar. Niet te veel de pedalen. Nee, dat kan wel. Dat mag goed wezen. En dan kan je op de rug uitkomen te koppelen aan. Ja. Leuk om terug te zien, toch? Ja, absoluut. Heel leuk. Ja, bijzonder. Hey, want het zit echt een beetje in jouw familie. De familie Zwart, dat is muziek ongeveer. Ja, klopt. En toen ben je ook koren gaan dirigeren. Dat vertelde je 25 jaar geleden al.
Vertel eens, hoe ben je daar dan in verzeld geraakt? Ja, ik had een opleiding gedaan, directie harmonie van vader Brass, met Hava Bra, maar dat weet niemand wat dat betekent. Ik heb dan, om in mijn opnamewerk te kunnen werken met orkestdirigenten, partituren te kunnen lezen, toen raakte ik werkeloos en binnen 6 weken had ik 6 koren. Ja. Het ging heel snel, zo. via dit en die en zij, zus en zo. Allemaal christelijke koren? Allemaal christelijke koren. Ja. Heel snel deed ik een avond van Christen voor Israël. Zingen met Arie Pronk voor Israël. Dat organiseerde Jan de Haan met Arie Pronk in het land. Ik was toen jong en energiek. Uh-huh. Ik hoop dat ik nog steeds energiek ben, maar echt jong. Nou ja, jong dat minder. Laat ik aan jou over. En ja, die Jan de Haan zat bij de EO, dus die ontdekte mij bij de EO. Het is in een enorme stroomversnelling gegaan. Mm-hmm. Dat realiseer je dan niet. Ja. En later denk ik van, dat is een soort leiding, niet een soort, dat is leiding in mijn leven geweest. Hoe bedoel je? Nou, je hebt talenten en ik heb je dus ergens, dus ik ben echt gewoon voor mijn gevoel in mijn nekvel gegrepen en ergens anders neergezet. Ja. En ja, dat koordirigent, dat ligt mij ook erg, met mensen omgaan, zingen, het geestelijke lied ook brengen. Ik voel me ook een beetje schatplichtig aan het werk van Arie Pronk wel, op die manier. Ja. Natuurlijk ook een van de mannen hier van Christen voor Israël, heel betrokken bij Israël en het Hollandkoor. En zodoende is dat natuurlijk allemaal gegroeid. Dus ja, vind ik wel heel bijzonder. En dus, hoe lang is dat nu geleden? Dat is nu 37 jaar geleden. 37 jaar Ik ben bijna geleden. 45 jaar dirigent. Wauw. Ja. Hey, en ik denk dat de mensen die hier kijken, een beetje de achterban van Christen voor Israël vooral kent van Hollandkoor. Hoe lang zit je bij het Hollandkoor? Ik ben in 1993 dirigent geworden. Ja, toen was het Hollandkoor. Ja. Dat is dus ook 35, 36 jaar geleden, lang geleden. Dat kwam omdat ik bij de EO dirigeerde. Het Hollandkoor was al een keer in Israël geweest met Martin de Boer. Ja. De EO wilde weer mee. En die zeiden toen van, oké, we willen wel weer programma's gaan maken, maar onze huisdirigent, Jan Quintus, moet het Hollandkoor dirigeren. Ja. Dat was best een beetje schurend, want het Hollandkoor was wel een projectkoor. Het werd elke keer weer, zeg maar, gestopt en werd het weer opnieuw opgericht. Maar er waren natuurlijk heel veel mensen die met Martin de Boer mee geweest waren. Ja. Toen werd ik erin geschoven door de EO's dirigent. Dat was best een beetje lastig. Ja. Ik weet nog dat er was een EO, Christen voor Israël familiedag in de Doelen. Ja. En daar moest ik op het slot eens op de grote morgen dirigeren naar die Arie Pronk. En ik werd eigenlijk zo die volle zaal ingedrukt voor een vreemd koor. En een vreemde zaal, allemaal vreemde mensen. En ja, dat was wel een beetje confronterend in die zin. Van Martin de Boer moest ook weg. Of die werd niet weer gevraagd. Nou werd ik gevraagd. Ja. Dus ja, maar je kende dat koor helemaal niet. Nee, heb je dan wel een soort van contact met ze? Nee, toen dat eerste keer dirigeren. En toen hadden we de eerste repetitie in Putje, in de Oude Kerk. Waar we jarenlang natuurlijk gerepeteerd hebben. Ja. En die kerk zat helemaal vol. Dat was echt bizar. Ik moest daar de eerste repetitie doen. En dat was best ook een beetje wantrouwen. Van mensen die al eerder meegewezen zijn. Ja, dit is verder best heel goed gegaan allemaal daarna. En ik ben nog steeds dirigent van het Hollandkoor. En het Hollandkoor is later ook, zeg maar, een soort vast koor geworden. Ja, want als je nou het Hollandkoor van toen, volgens mij als ik even zit te rekenen, ben je niet 35 jaar dirigent, maar 25 jaar. Van het Hollandkoor. Maar precies, oké. Okay. Mijzelf ben ik al lang dirigent. Maar het Hollandkoor aan het begin, toen jij erbij kwam, en het Hollandkoor nu, wat is het verschil? Ja, het is natuurlijk een wat meer solidere club geworden. Het was natuurlijk een projectkoor van mensen die allemaal een keer meegingen naar Israël. Ja. Dat was dan de basis. En je naar televisie maken met de EO. Dus het was best aantrekkelijk voor mensen mee te gaan. Nu is het veel meer ook een soort beweging geworden van mensen die Israël gewoon in hun hart en in hun ziel hebben. Ja. En die verbondenheid ook willen tonen. Dus daar is wel wat in geschoven. We proberen dat projectmatig natuurlijk wel ook aan te houden. Dat mensen elke keer maar weer opnieuw in kunnen stromen. Ja. Toen ik kwam was het natuurlijk een 50-plus koor. Het is natuurlijk nog steeds eigenlijk voor een groot deel een 50-plus koor. Ja. Want ja, zingen op de zaterdagmorgen. Ja, dat moet maar net kunnen. Je moet allemaal maar kunnen. Dus, en je moet maar het geld hebben, de tijd en de gelegenheid om op. Nou ja, dus ja. Het is nooit een heel jong koor geweest. We hebben natuurlijk wel eens het Holland Jongerenkoor geprobeerd. Mm-hmm. Maar dat is nooit echt van de grond gekomen. Nee. Maar het is natuurlijk nog steeds een beweging. 600-700 mensen. Je bent nu 25 jaar dirigent van het Holland Koor. Ruim, ja. Ja.
Is het nog steeds leuk? Het is ontzettend leuk. Ja? Het is natuurlijk je bent al 25 jaar dirigent van Het Holland Comedy, maar die groep mensen is natuurlijk in beweging. Ja. Er komen steeds andere mensen bij, gaan andere mensen weg. Ik voel wel dat we nu ook een beetje in de transitie zitten. Mm. De 94, die hele grote reis, met 96. Die mensen zijn nu 20 jaar verder. Als je toen 60 was, ben je nu 80. Dus, ja. dat verloop gaat nu heel hard. Een beetje, ja. Maar er komt wel ook heel veel nieuwe mensen binnen. Mm. Dus dat voelt heel goed. Ja, die groep is natuurlijk niet statisch. En wat ik geleerd heb in de coronacrisis. Mochten we natuurlijk niet zingen, niet dirigeren, geen repetities. De energie die je krijgt van een groep mensen is zo enorm. Ja. Dat doen voor een camera en voor een beeldscherm is dodelijk. Ja, is dodelijk. Nou, daar komen we zo meteen nog op terug. Maar hoe voorkom je eigenlijk als je 25 of 35 jaar dirigent bent, dat er een beetje een sleur in komt? Dat je denkt, nou, zaterdagochtend, nou, ik had eigenlijk veel liever in mijn bed willen blijven liggen. Maar je moet weer naar Zeeland. Ik ben geen bedligger, gelukkig. Nee? Nee, absoluut niet. Nee. Maar ik hoe voorkom je dat? Ja. Het repertoire vernieuwen, de groep is in beweging. Je moet natuurlijk altijd aan jezelf blijven werken. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook wel een stukje zelfdiscipline om erin te blijven duiken. Maar ja, het is ook iets wat ik van binnen voel van het geestelijke lied, die band met Israël. Dat geeft zoveel energie. Mm-hmm. En ja, als je een keer inkakt, dan zijn er ook genoeg mensen die zeggen van... Dit was kom op, ik moet erbij blijven. Dus, ja, het is een wisselwerking met heel veel mensen. Ja. En dat voelt gewoon goed. Ja. Toen jij bij het Holland Koor erin kwam, de slogan van het Holland Koor is zingen voor Israël. Heb jij één moment getwijfeld van nou, Israël is een beetje gevoelig, laat ik maar niet doen? Nee. Ik werd natuurlijk vanuit de EO gevraagd om die klus te gaan doen. Mm-hmm. Dan is het een klus om een koor te gaan dirigeren. Ja. Dan word je geconfronteerd met Christen voor Israël. Ja. Die had ik wel eens meegemaakt in die zin, maar niet zo heftig. Dus ik ben me daar ook, dat hele proces van die 25 heeft wel bij mij natuurlijk ook een enorme verdieping gebracht. En dan ga je ook wat meer lezen. Dus ik neem hier eens een boek mee. Van Willem Glashouwer, Henk Poort. Mm-hmm. Allemaal dat soort dingen, dat heeft mij wel ook heel erg gevormd. Ja. En dat naar Israël gaan, dat is zo'n... Ja, de eerste keer in Israël was op een werkbezoek, maar de tweede keer met het koor zelf. Ja, dat was zo'n enorme ervaring. Je voelt je... Vertel eens, wat was dat dan zo bijzonder? Ja, je loopt in het land van de Bijbel en ik ben helemaal nou niet zo iemand van deze steen is dat gebeurd en deze kerk is dat gebeurd, maar meer... De indrukken van het land. En wat ik heel bijzonder vond. Wij hebben toen gezongen op de Berg van de Zaligsprekingen. Mm-hmm. Later is er een heel groot hek neergezet. Want dan kon je het niet meer komen. Dat was onze schuld. Gewoon die invasie. Ja, die invasie mensen. Al die mensen. Dat was echt zo bizar. We hebben daar gezongen. En een van de cameramensen was beneden naar het meer gelopen. En zegt, ik kon jullie woordelijk verstaan. Zo. Dat verhaal van die vijf broden en die twee vissen. Hoe kan het dat de Heer Jezus die hele menigte zonder alle moderne techniek die wij hebben, kon toespreken? Ja. Dat land werkt dus zo. Dus het is bewust gebeurd op die plek. Ja. Het kan dus gewoon. Dus zo'n eenvoudig voorbeeld gaf mij de blik open van wonderen. Ja, wonderen. Maar Gods schepping werkt dan op zo'n manier in het land. Het is dat niet, dus het is allemaal niet toevallig. Het is bewust zo gedaan. Dus ja, dan ga je die Bijbel op een andere manier lezen. Het is een bevestiging van het is een bevestiging van ja, en dus draait een knop dan om of zo. Mm-hmm. Dat vond ik heel bijzonder. En dat neem je dan mee en dat leg je dan ook weer op andere dingen neer. Ja. Dus ik ben wel door Christen voor Israël, door het Holland Koor, heel erg zelf gevormd daardoor. Vind ik ook weer heel mooi. Ja. Hey, en die reis naar Israël, dat heb je vaker gedaan. Weet je uit je hoofd hoe vaak of niet? Nou, een kleine 20 keer ben ik inmiddels in Israël. Met koren. Niet alleen met koren, maar ook werkbezoek en voorbereiding enzovoort. Ja. Gaat natuurlijk, het is heel makkelijk om te zeggen, we gaan met 300, 400, 500 mensen naar Israël toe. Maar dan moeten we natuurlijk heel wat geregeld worden. Uiteraard. Waar kan je zingen, wat voor zalen zijn het enzovoort. Dus dat is ook wel werk. Dus ik ben ook wel eens gewoon 3-4 dagen heen en weer geweest. Is er wel eens wat fout gegaan op zo'n reis? Ja, dat je een bus kwijt was of zo? Ja, ze zijn mij wel eens vergeten. Dus ik moest ergens staan. Ze zou mij met een bus opkomen halen. En, het gebeurde helemaal niet. Dan stond ik in mijn eentje zonder reisleider, zonder dit. En Swaziland stond ik een keer zonder geld, terwijl ik nog een of andere belasting moest betalen. Komt het land niet uit. Dus iedereen was weg, stond ik in mijn eentje.
Ik ben wel eens op krukken heb ik gelopen. Ik ben wel eens gestruikeld, weer je een band gescheurd. En dan loop je op het, allemaal van dat soort gekke verhalen. Ja. En ook, we hebben in Qumran gezongen. Toen was het zo heet in de woestijn. Dat is bij de Dode Zee daar. Bij de Dode Zee. Het was zo ontzettend warm, 's morgens vroeg. Dus het was een nummertje van 3 minuten zingen. Allemaal petje op. Dus er was het verplicht 500 mensen een petje opzetten. 500 mensen die wat moesten drinken. Alles weer af. En weer 3 minuten zingen. Dan is alles weer stop. Petjes weer op. Ja, echt bizarre dingen meegemaakt wat dat betreft. Ja, maar wat blijft je het allermeeste bij van al die reizen? Dat grote concert in de Sultanspoel. Dat was natuurlijk een belevenis. Beschrijf eens, waar is dat precies? Dat is naast de muur, naast de Tower of David. Als je bij de Jaffa-poort naar beneden rijdt. Ja, naar beneden heb je dat grote amfitheater eigenlijk. Er zat 3000 man publiek in. Wauw. We waren toen echt met 1000 koorleden. We reden met 28 bussen rond. Zo. En dan sta je daar met het Jeruzalem Symfonieorkest te dirigeren, dat koor te zingen, die mensen. En na afloop de emoties tussen de koorleden en de bezoekers, men ging niet weg. Dus er was een soort verbroedering van allerlei mensen die elkaar ook niet konden verstaan. Dus in het Nederlands, in het Engels, in het Ivriet, in het van alles en allerlei talen door elkaar. Dus een soort spraakverwarring. En toch snapte... Er was dus een band. Er was een band, dus dat was ook misschien wel dat verhaal van Eerste Pinkse Dag. Mm-hmm. Dat je elkaar in alle talen kan horen en zien en spreken. Ja. Ik vond het heel bijzonder. Dat is bij mij, en dat het dan ook niet gelukt is in de zin van dat je zo'n prestatie hebt gedaan, maar dat je het allemaal tot een goed einde hebt mogen brengen. Ja. Dat vond ik heel bijzonder. Wanneer was dat ook alweer? Dat was in 1996. 96. 3000 jaar Jeruzalem stad van David. Ja. Ja. Dat is echt een heel bijzonder gebeuren. Heb je wel eens, want het Holland Koor reist vrij vaak, niet alleen naar Israël, maar ook naar andere landen. Ja. En ook optredens in Nederland. Hè? Ja. Ja, nu in coronatijd allemaal niet natuurlijk, voor de rest wel, heel vaak. Absoluut. Voor mijn idee. Zijn er wel eens negatieve dingen gebeurd? Want jullie zingen altijd voor Israël. Ja, we hebben natuurlijk wel eens demonstraties gehad. We hebben natuurlijk ook wel eens... ik heb wel eens iets naar me toe geslingerd gekregen. Echt in de vorm van een tomaat of een rot ei. In Amersfoort hebben we dat een keer gehad. En je wordt natuurlijk ook wel als dirigent van het Holland Koor daar persoonlijk op aangesproken. Waarom ben jij tegen de Palestijnen? Mm-hmm. Je bent kindermoordenaars, weet je wel. Als de laatste keer Gaza gebombardeerd is. We hadden zo'n bemoedigingsconcert voor Israël. Er werd ontzettend negatief op gereageerd op sociale media. Ja. En dat vallen de mensen je gewoon ook persoonlijk aan. Zo van, jij doet wat. En dan denk ik van, je mag dus wel met een Palestijnse vlag overal in de wereld protesteren. En als je zegt van, wij geven gewoon een concert zonder dat we een politieke uitspraak doen, maar gewoon om mensen te bemoedigen, mensen steun te geven, dan word je als een soort kindermoordenaar en de meest afgrijzelijke dingen krijg je. Nee, dat vind ik zo raar. Wat doet dat met je? Dat het doet mij beseffen dat we in een ontzettend gebroken wereld leven die ontzettend richting de eindtijd ook gaat, volgens mij. Ja, het is ook een open deur om te zeggen van elke dag komt de wederkomst, de wederkomst een dag dichterbij. Maar als je ziet wat er gebeurt in de wereldgeschiedenis, nu ook met corona, wat er gebeurt ook met de terugkeer van het Joodse volk, dus naar het land, het hun beloofde land. Ja. Al de profetieën die zeg maar nu ook in vervulling gaan, en er moeten er ook nog een heel aantal komen, denk ik van, we moeten daar alert op zijn wat er gebeurt in onze maatschappij. Dat we als christenen ook een minderheid aan het worden zijn, zeker hier in Nederland. Dat er steeds meer vijandschap komt. Dan wordt het ook steeds lastiger om rechtop te blijven staan en te staan voor je principes. Ja. En ik vind dat je eigen principes ook goed moet overdenken van wat zijn dogma's en wat zijn principes. Want ik denk dat daar best een heel verschil in zit. Over dogma's kan je natuurlijk best discussiëren, maar je eigen principes moet je wel voor blijven staan. Mm. En je moet ook altijd wel een open blik houden naar andere mensen, dus andere informatie. Ja. Maar de hele discussie over Israël is zo gepolariseerd ja, maar ook opgesloten in een soort niet weten wat er nou precies in de hand is. En er worden dingen verteld waarvan ik denk van, ja jongens, maar lees nou gewoon een simpel artikeltje in een keer. Dan moet je toch veel meer kunnen weten. Een soort enorme vijandschap. Dus krachten die enorm gaan botsen en daar komt steeds meer wrijving uit en frictie uit. En dat, ik vind dat een voorbode
van de eindtijd. Ja. En dat is niet iets om bang voor te zijn, nee. Waar we blij naartoe mogen kijken. Want de komst van de Heer Jezus is het mooiste wat we kunnen gaan beleven. Ja, maar toch, hè, ben je wel eens, heb je wel eens onveilig gevoeld, zeg maar, vanwege deze tijd? In Israël, gek, nooit. In Israël niet? Nee, nooit. En daarbuiten? Ik ben wel eens banger in Amerika geweest, of in Noorwegen of Schotland, als in Israël. Okay. Dat is heel raar. En ik ben ook wel eens in Israël geweest in situaties dat er gebeld werd uit Nederland van jullie moeten terugkomen, want het is dit en dat. Dat was er een heleboel omdat op het nieuws. Bommen. En dan waren wij, of ik was er alleen, of met het koor zijn we er wel eens geweest. Ik ben daar nooit bang. Nee. Helemaal niet. Nee, absoluut niet. Dan denk ik van, nou ja, als dan de Heer Jezus komt, ben ik vlak in de buurt. Dus maak ik het mee uit eerste hand. Ja. Dus dan denk ik van, ja, ach, waar je natuurlijk wel aan denkt, zijn je kinderen en nu ook je kleinkinderen enzovoort. Dus, maar ik zeg het ook tegen mijn kinderen van de wederkomst is iets om naar uit te kijken. Niet iets om te zeggen. En natuurlijk hebben we allemaal onze agenda en willen we ook nog van allerlei dingen en plannen enzovoort. Maar ik denk van, nou, dat is dan. Ja. Hey, en toen was je ongeveer 25 jaar dirigent en toen was het ineens 2020, maart 2020. En toen werden alle concerten geannuleerd, alle repetities geannuleerd. Toen was corona in het land. Het werd oorverdovend stil. Ja, want jij dirigeerde op dat moment 7 koren dan nog, of niet? Ja, ja. En ineens niks. Alles niks. 12 maart nog wat 12 maart was het. Een kerkdienst gedirigeerd, het was dankdag. Of biddag? Biddag, ja. Biddag. Dat was altijd door elkaar. Bidden en dank worden bidden dan danken. Ja. En s'avonds nog een repetitie en de volgende dag zou ik naar Dordrecht en dat ging al niet meer door. Zo. Dus ik heb eerst gezeten van, wat gebeurt hier allemaal? Toen zeiden we nog van, nou nee, maar het paasconcert kan misschien nog wel doorgaan, weet je wel. Dus je gaat alles schuiven in je agenda. Ja. Dus nou ja, enzovoort. Maar op een gegeven moment gaat. Dus ik ben in mei 19 al begonnen met online repetities. Ik denk, ik moet die verenigingen bij elkaar 20, houden. 20, of niet? Ja. Nee, vorig jaar. Ja, 20, ja, sorry. 20. Gelukkig heb mijn agenda niet meer aan. Dus online repetities. Ik denk, ik moet die sociale cohesie van die verenigingen proberen vast te houden. Dat die mensen die maandags of dinsdags of woensdag gewend zijn om die koorrepetitie gaan, dat die voor hun PC dat of laptop, je dat ritme eigenlijk, dat je dat ritme houdt en dat je dus blijft aan de gang gaan met nieuw repertoire en partijrepetities enzovoort. Het is natuurlijk surrogaat en live dat repeteren is gewoon het allermooiste. Maar je moet wat teruggeven. Holland Core TV gestart, dus elke zaterdagmorgen om 10 uur Holland Core TV. Anderhalf uur. Ik maak filmpjes. Ik leen filmpjes van jullie. Ik plak er van alles in. Ik ben aan het repeteren, nieuw repertoire. En dan merk je dat die mensen daar een enorme behoefte aan hebben. Je moet gewoon. Men zit ook thuis. Ze zijn gewend natuurlijk om elke week naar de repetitie te komen. Ze zien hun. Ook die koren zijn naast dat je repeteert, ook de sociale cement in de samenleving. Ja. Het bindt mensen aan elkaar. Ik hoor het ook wel eens bij het Holland Koor, maar ook bij mijn andere koren, dat als er iemand ziek is, dat er vanuit een koor heel erg meegeleefd wordt. En er zijn wel eens mensen die tegen mij gezegd van, ik heb uit mijn koor meer reacties en meeleven ontdekt als uit mijn eigen plaatselijke gemeente. Dus het is echt ook een sociaal ding. Het is absoluut ook een sociaal gedeelte. Ja. Ik vind het ook een aanklacht tegen de kerken, van hoe wij met elkaar omgaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen contact met elkaar houden, mensen dingen met elkaar delen, in vreugde en verdriet. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Ja, hey, maar even terug naar mei vorig jaar. Toen ben je dus begonnen met die online repetities met Holland Core TV, of Holland TV. Ja, HKTV. HKTV. Ja. En nu inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Doe je het nog steeds? Ik doe het nog steeds. Ja, ik ben nu gestopt. Het is en ik denk, nu zomer, ja, het wordt nu te lang. De avonden worden te lang, krijg je de mensen. En ik was het zelf ook echt even heel. Ja, dat klinkt niet leuk, maar het was gewoon, de tank was leeg. Ja. En ik merk dat je online dus niks terugkrijgt van die mensen. Alleen in de chat een beetje. Ja, nou ja, dat zie je dan. Maar het is zo anders dan wat wij hier zitten te doen. Ja. Dat geeft al een gesprek. Dat geeft energie. Ja. Mij tenminste enorm. Ja, want heb je een moment gehad in het afgelopen jaar en een beetje dat je denkt van ik vind het niet meer leuk? Ja, heel vaak. Ja? Heel vaak. Ja. Dus dan, ik ben heel veel gaan lopen en fietsen en dat soort andere dingen. Ook om
op andere manier weer je hoofd leeg te maken. Ja. Je gaat in een show. Ik kwam natuurlijk bij heel veel mensen elke week tegen. Misschien wel 1500-1600 mensen elke week. Je spreekt natuurlijk niet allemaal één op één, maar dan toch. En nou zit je opeens alleen op je zolderkamertje met een camera en een monitortje. Zit een beetje vrolijk te doen. Gewoon gezellig te doen. Dat is doodvermoeiend. Ja. En ik heb het heel goed thuis. Maar elke avond om 9:30 met mijn vrouw op de bank zitten. Ja. Ik heb ongekend. Ongekend. Was dat wennen trouwens? Ja, of dat niet? Was best wennen. Zeker voor mijn vrouw, want die had altijd de afstandsbediening. Dus die. Nee, maar alles heeft zo zijn eigen dynamiek. Ik zit zo niet in elkaar. Nee. Het is niks voor mij. Nee, nee. Laat mij nou maar gaan. Maar hoe heb je daar dan mee leren dealen? Ja, net wat ik zeg, probeer ook andere dingen te doen. Dus ik ben gaan wandelen en gaan fietsen, dus ook om mijn energie een beetje kwijt te raken. Ja. Ik ben best een driftig energieke jongen, ja. Ik hoop dat toch goed. Ja, jongen. Dat is mooi. Ja, hey, hoe voorkom je dat het dirigent zijn van al die koren, dat het een trucje wordt? Ja. Ik denk dat je bij jezelf moet blijven. En dat je altijd moet dingen blijven doen die eerlijk zijn. Dus ik vind ook dat je tegen je koorleden mag zeggen van, nou, vanavond lukt het niet. Dat heb ik ook wel eens, dat het niet lukt. Dat ik niet wil. Of dat het stuk niet lukt. En je moet jezelf blijven vernieuwen. Wat ik altijd heel prettig vond, ik heb natuurlijk heel veel ook opgenomen, dat ik heel veel collega's ook altijd aan het werk gezien heb. En dat gaf ook altijd wel heel veel leermomenten in de zin van, oh, hij doet het zus, oh, ik doe het zo. Dat zou ik nog nooit doen. Ook dat is een briljant idee. Dus je moet ook open blijven staan voor anderen. Ja. En dat voordeel heb ik altijd wel gehad, omdat ik met opnames natuurlijk altijd aan een kant zit, dat ik andere dirigenten aan het werk zie. Ja. En daar dus dan ook weer heel veel dingen van leert. Dus ik vind dat je moet blijven ontwikkelen, moet blijven luisteren, blijven zoeken naar nieuwe muziek. Het hele leven, maar dat is toch met alles wat je doet. Kan ik aan jou vragen, van elk interviewtje wat je doet, wanneer wordt het een trucje? Ik denk dat het ook met dit te maken heeft, toch? Ja, dat je er. Dat er twee mensen tegenover elkaar zitten die elkaar inspireren om steeds weer nieuwe dingen te blijven doen. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Hey, als we nou gaan kijken naar de toekomst, hè, hebben jullie nu alweer plannen voor het najaar om te repeteren? Ja, ik heb een hele repetitierooster klaarstaan vanaf de half augustus. In geloof? Absoluut. Het is natuurlijk te kijken of de locaties mogen, want de kerken zijn wel heel. Zo van beetje terughoudend. Zeer terughoudend. Ik vind dat de kerken in Nederland te snel op hun rug zijn gaan liggen. En zeggen van, er zijn denk ik best wel spannende momenten om te kijken of de kerken de mensen allemaal nog weer terug gaan krijgen straks. Ja. Want het is ook wel heel lekker om zondagsmorgens met een kopje koffie. Ochtends misschien nog niet, maar. Met een kopje koffie voor de televisie gaan zitten en de kinderen hun gang te laten gaan. Maar ik heb dus alles weer in gang gezet. Ik heb concerten gepland. Ik heb nieuw repertoire klaar liggen. Ik heb ook heel bewust optredens gepland. We willen met het Holland Koor willen we 2023 naar Israël toe. Volgend jaar weer een reis doen. Dus we willen nu een concerttour gaan maken met Toekomst Vol van Hoop als thematiek eromheen. Ja. Ik vind dat we gewoon weer aan de slag moeten gaan. Ja. En ik vind dat we veel meer in vertrouwen ook gewoon moeten gaan. Ja, ja. Dat is onze opdracht om te gaan. Ben je wel eens bang dat misschien Hollandkoorleden, of sommige Hollandkoorleden misschien stiekem denken van, nou, ik vind het eigenlijk ook wel lekker om zaterdagochtend lekker in mijn bed te blijven liggen. Ik kom niet meer naar het Hollandkoor. Ja, daar ben ik best bang voor. Ja. En ik merk ook nu ook dat er Hollandkoorleden zijn die zeggen van, ja, maar je blijft toch wel doorgaan met Hollandkoor TV, want ik kan ik me lekker thuis meedoen, weet je wel. Het is natuurlijk voor oudere mensen die afstand, je zal maar in Oud-Beijerland wonen en naar de Goes moeten of naar Voorthuizen moeten. Ja. Dat zijn beende rijen. En als je het dan thuis kan meemaken. Is wel heel makkelijk. Maar het kunnen ook kansen zijn. Om andere mensen weer te. Ik heb in de coronatijd zelfs nu nieuwe leden gekregen die Hollandkoor TV ontdekt hebben. En dus zeggen van, ik ga meedoen. Ja. En hoe ze dan mee gaan doen, dat gaan we allemaal nog wel weer zien. En hoe het al dat studeren effect heeft gehad. Straks klinkt het misschien helemaal niet. Maar dat ga ik dan wel weer zien. Ja, ik vind mogelijkheden denken, kansen blijven zien, blijven doorgaan. Maar dus ook plannen maken. Ja. En dat is altijd een uitdaging. Ja, ik ga je zo meteen vragen wat jouw ultieme droom is om nog eens een keertje met het Hollandkoor te doen. Maar voordat we dat doen, is van als mensen die nu kijken, die denken van nou, enthousiast verhaal, ik wil wel lid worden. Kan dat eigenlijk nu? Ja, altijd. Ja, je kan gewoon, we hebben info@hollandkoor.nl, een mailtje sturen, krijg je alle informatie. Ja. We repeteren in Goes.
in Voorthuizen en in Hoogeveen, of andersom Hoogeveen en Voorthuizen, goed, maakt dat niet uit. Om de 3 weken is het. Dus het is niet dat je elke zaterdag naar het 100 korreptitie moet. Dus één keer per maand. Eén keer per maand, één keer drie weken. Ja. Ik heb er zo ongeveer 12, 13 per jaar totaal. En dan in die 12, 13 zit ook altijd nog een paar concerten. En als je dan lid wordt, dan mag je 2023 mee naar Israël. Ja, je moet natuurlijk wel dezelfde reis natuurlijk zelf betalen. Ja, maar we gaan er dit keer echt van proberen de reissom ontzettend laag te houden. Mm-hmm. Dus alle extra kosten hebben we al voor gespaard. Dus alle concertkosten, muzici. Dus ik zou zeggen, als je 2023 dat een keer wil beleven met zoveel mensen zingen in Israël. En het lijkt best eng zo'n grote groep ook. Maar het is, je reist natuurlijk altijd per groepje in een bus. Ja. Het is zo'n belevenis. Mm-hmm. En zingen maakt zoveel los bij mensen. Ja. Dat is ongekend. Ik vind dat je zelf gewoon die uitdaging maar eens aan moet gaan. Ja. Dus ik zou tegen de mensen zeggen van, je moet echt gewoon uit Holland komen. En het zijn allemaal leuke mensen. Uh-huh. Het is levensgevaarlijk, want als je 1 keer geweest bent, dan ben je daarna verslingerd en dan blijf je helemaal niet. Wat is jouw ultieme droom met het Holland Koor? Ik ben daar al wel eens mee bezig geweest. Ik zou nog wel eens een groot avondvullend is denk ik niet het goede woord, maar een programma willen maken of laten schrijven. En dan wel geladeerd met allerlei bekende melodieën. Wat heel specifiek iets vertelt over Israël en het land en het volk en Gods belofte daarin. En dat je dat muzikaal kan verwoorden in een groot stuk. Ja. Dat is best een uitdaging, omdat het projectmatig is. Ja. En mensen willen ook best graag snel resultaat zien van datgene wat ze studeren. Ja. Maar dat lijkt me nog wel eens mooi, dus daar ben ik al eens mee bezig. We zijn wel eens met een Israëlische componist bezig geweest, dat is niet helemaal gelukt. En je moet een goede tekstschrijver hebben, je moet een goed verhaal hebben, je moet goede muzikanten hebben. Dit is best een lastige. Maar zo'n soort daar ding, ben je een beetje mee bezig. Daar ben ik wel een beetje, en dat zou je dan mooi in Israël kunnen doen en in Nederland. En ik wil heel graag in 2023, bestaat de staat Israël 75 jaar, dat we dus een soort felicitatieconcert geven in Israël. Om te laten zien dat er dus buiten Israël heel veel mensen in de grootste concertzaal van Israël. Ja, en het gaat me nou niet om die grote concertzaal. Alleen als ik met een grote groep kom, kan ik niet in een klein zaaltje. Nee. Dus dat is, maar echt dat we kunnen laten zien van, er zijn hele gewone zingende mensen die gewoon zonder allerlei politiek of grote theologische dogma's gewoon het eenvoudige geestelijke lied willen laten horen als ondersteuning van wat er in de wereld aan de hand is en hoe wij er tegenaan kijken. Ja, dat zijn allemaal mooie plannen in ieder geval. Ja, dat dacht ik wel. Hey Jan Quintus, we zijn ongeveer aan het einde gekomen van deze. Ja, sorry. Ik vind het zo gezellig. Het is gezellig. Nou, we kunnen zo meteen gaan we straks even, als de kaas het licht uit zijn, dan gaan we het glas leeg drinken. Maar zo meteen mag jij het ultieme Holland Koor lied aankondigen wat wij gaan kijken. Je weet waarschijnlijk welke ik bedoel, die altijd aan het einde van een concert wordt gezongen. Maar ik wil je voor nu heel erg bedanken voor jouw komst naar de studio. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. En succes met het nieuwe seizoen en zo natuurlijk. Graag. Ja, dankjewel. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Een Zomer Vol. En uiteraard de hele zomer lang hebben we afleveringen op de livestream van Christen voor Israël. En meer informatie daarover kunt u vinden op cvi.nl/livestream. Heel erg bedankt voor het kijken en ik geef graag Jan Quintus het woord. Ja, en dus met het Holland Koor sluiten we eigenlijk elk concert. En ik heb wel eens gezegd, ik ben de wereldkampioen lichtstad dirigeren. Staat nog niet in het Guinness Book of Records, maar daar gaan we bij zo aan werken, lijkt mij. We gaan kijken en luisteren naar het Holland Koor met dat prachtige lied Lichtstad met uw paardenpoorten. Dat zingt natuurlijk van het Nieuw Jeruzalem. Mm-hmm. En daaraan sluitend zingen wij altijd als einde Maranatha, Heer. Heere Jezus, kom spoedig.